Hebben dus de score staan van 12-9. Kunnen ze dat uitbouwen hier? Roger Rashid heeft gesolliciteerd naar de baan als coach van deze Nick Kyrgios. Wilde man natuurlijk. Maar ja, jong, 20. Rashid zei, hij heeft mij nodig. Als hij de top wil halen, als hij er alles uit wil halen. De Australische Bond heeft gezegd, zowel van hem als van Tomic, we zijn dat die slechte naam voor jullie, die antipubliciteit, dat is slecht voor de Australische supporters, zijn we zat. 2016 moet maar een jaar worden waarin jullie je leven gaan beteren. Ik geef ze geen garanties. Goeie return daar van Bencic. En ook de nieuwe Davis Cup captain in Australië, Clayton Ewart, heeft al gezegd, we moeten om de tafel gaan zitten. Want we hebben goede spelers, dat is ook zo. Australië heeft in tijden niet wel een handvol goede spelers. Maar het is soms wat ongeregeld volk. En Ewart is natuurlijk wel een man die ook al met zijn vuist op tafel kan slaan. Pats. ...23, Kristina Mladenovic. Haar naam doet dat niet vermoeden, maar komt uit Frankrijk. Hij heeft 1 titel gewonnen. Meter 84 lang. Nou, dan weet hij bijna alles van de. Deciding point. Het ging naar de slammers. Rustig blijven jij, zegt Bencic tegen hem. Niet makkelijk natuurlijk. Voor Mladenovic om zo'n service te retourneren. Een beul, Kyrgios. Nou, ik weet niet wat Kyrgios daar kan doen. Maar het was ook niet erg goed gehandeld daar door Nestor, vond ik. Veel te kort. Had beter lot verdiend bijna. Zag goed dat open gat daar. Bencic krijgt de bal niet binnen het lijntje. Boom, bueno. Is een jonkie, Belinda Bencic, die zelf zegt, dit is eigenlijk heel goed. Ik train 's ochtends heel hard, werk ik aan mijn lichaam. In de fitnessruimte in het hotel. En dan daarna nog tennis in de loop van de dag. Dat bevalt mij wel. Is 19.
wordt door sommige mensen als een van de nieuwe machthebbers in het vrouwentennis geafficheerd. Ik schiet het niet genoeg zicht op Bentic om dat te kunnen beamen. Ik heb één keer zien spelen in Rosmalen, dat vond ik niet je dat. Anderzijds is het ook weer niet zo heel moeilijk om te dicteren in het vrouwenveld. Dus wie weet. De meest snuggere rally daar van de Kyrgios. Zeker die laatste bal moet natuurlijk met zijn mannenkracht gespeeld worden op Mladenovic. Op het bord in dit mixdubbel komen de Royals. Een goede servicebeurt van Mladenovic. Het idee was goed, van Mladenovic. Een van de betere rallies dit. Maar het moest zachter geraakt worden, het kon niet hard. Nou, toch de 2-3. Nou, een matige return van Australië. Pardon, juice. Deciding point. Volley. Het is het soort punten dat hoort goed zijn voor het mannentennis als deze Nick Kyrgios. Iedereen noemt hem een character, daar is helemaal niks mis mee. Dat was McEnroe ook, maar dat character McEnroe won wel Wimbledon. Kyrgios niet verzuipt. Is een opstandigheid. Dan kan hij een prachtige aanwinst voor het mannentennis zijn. Telt voor 2. Voltreffer. Kyrgios zorgt voor een snelle 4-2. Halle dus 3-2. Serveren niet voor 3-3. Scherp blijven. Wilde klap. Nou, lekker serveerwerk bij beide vrouwen.
sport. Heel even, dag Nestor, ik kom tussen beiden. En dat is natuurlijk altijd in het dubbel. De communicatie is van groot belang. Je kunt ook niet verwachten dat dat er zomaar ineens is. In zo'n mixed. Deze Nestor weet echt wel wat er afgesproken moet worden en hoe je moet lopen. De aansluiting. Goeie bal, snel genomen door de Zwitserse. Daar kan je dan het talent wel aan afzien. Snel gehandeld. Maar ook goed. Ja, het is natuurlijk ook een competitie die IPTL, die hoe gek het ook klinkt, aantoont hoe de economische machtsverhoudingen in de wereld zijn bijgesteld de afgelopen 10 jaar. Want er is gewoon een team uit Singapore, de Singapore Slammers, dat gewoon 10 miljoen voor zo'n competitie nooit te vroeg oversteken. Dat deed Kyrgios daar. Ik kan je toch niet voorstellen dat Amsterdam een team gaat kopen. Welke sponsor er ook is voor 10 miljoen. De slammers moeten wellicht 4-4 gaan toestaan. Goed gehandeld daar door Mladenovic, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel een misser van Bentic. Die zorgt voor de 4-4. Breek weggewerkt. Door de Royals. Oh. 4-4, Akems gespeeld. Nestor gaat het weer proberen. En het is even moeite met de kickservice. Nooit een man van de bommetjes geweest, deze Daniel Nestor. Goeie lop. Vervolgens was het uitzoeken. Maar slaat hem er mooi langs. De slammers hadden 4-2. Maar nu de Royals in de persoon van deze Daniel Nestor dicht bij 5-4. PowerPoint. Er tegenaan gegooid door de slammers.
Wat zou ze op 5-4 brengen in één keer? No way. Tweede blunder. Hij wil wel wegkruipen in zijn shirtje. Want daar zijn de setpunten voor de Royals. Ja, dat is wel erg mooi. Het begon met een hele goede return. Geen goede game van de Kyrgios. En dus wordt de marge groter voor de Royals. Rustig blijven jij, zegt Benches tegen hem. Niet makkelijk natuurlijk. Voor Ladenovic om zo'n service te retourneren. Een beul, Kyrgios. Nou, ik weet niet wat Kyrgios daar kan doen. Maar het was ook niet erg goed gehandeld daar door Nestor, vond ik. Veel te kort. Had beter lot verdiend bijna. Zag goed dat open gat daar. Bencic krijgt de bal niet binnen het lijntje. Boom, bijna. Er is een jonkie, Belinda Bencic, die zelf zegt, dit is me eigenlijk heel goed. Ik train 's ochtends heel hard, werk ik aan mijn lichaam. In de fitnessruimte in het hotel. En dan daarna nog tennis in de loop van de dag. Dat bevalt mij wel. Is 19. Worden sommige mensen als een van de nieuwe machthebbers in het vrouwentennis geafficheerd. Ik zie dit niet genoeg zicht op Bencic om dat te kunnen beamen. Ik heb één keer zien spelen in de Rosmalen, dat was, vond ik niet je dat. Anderzijds is het ook weer niet zo heel moeilijk om te dicteren in het vrouwenveld. Dus wie weet. Thank you.
Niet de meest snuggere rally daar van Nick Kyrgios. Zeker die laatste. Wilde klap. Nou, lekker serveerwerk bij beide vrouwen. Heel even, dag Nestor, ik kom tussen beiden. En dat is natuurlijk altijd in het dubbel. De communicatie is van groot belang. Je kunt ook niet verwachten dat dat er zomaar ineens is. In zo'n mixed. Deze Nestor weet echt wel wat er afgesproken moet worden en hoe je moet lopen. De aansluiting. Een goede bal, snel genomen door de Zwitsersen. Daar kan je dan het talent wel aan afzien, snel gehandeld. Ook goed. Ja, het is natuurlijk ook een competitie, die IPTL, die, hoe gek het ook klinkt, aantoont hoe de economische machtsverhoudingen in de wereld zijn bijgesteld de afgelopen 10 jaar. Want er is gewoon een team uit Singapore, de Singapore Slammers, dat gewoon 10 miljoen voor zo'n competitie nooit te vroeg oversteken, dat deed Kyrgios daar. Ik kan je toch niet voorstellen dat Amsterdam een team gaat kopen. Welke sponsor er ook is voor 10 miljoen. Dus de scoren staan van 12-9. Kunnen ze dat uitbouwen hier? Roger Rashid heeft gesolliciteerd naar de baan als coach van deze Nick Kyrgios. Wilde man natuurlijk. Maar ja, jong, 20. Rashid zei, hij heeft mij nodig. Als hij de top wil halen, als hij er alles uit wil halen. De Australische Bond heeft gezegd, zowel van hem als van Tomic. We zijn dat die slechte naam vullen, die antipubliciteit. Dat is slecht voor de Australische sporters, zijn we zat. 2016 moet maar een jaar worden waarin jullie je leven gaan beteren. Ik geef ze geen garanties. Goeie return. Daar van Bencic. En ook de nieuwe Davis Cup captain in Australië, Clayton Ewart, heeft al gezegd, we moeten om de tafel gaan zitten. Want we hebben goede spelers, dat is ook zo. Australië heeft een tijden niet wel een handvol goede spelers. Maar het is soms wat ongeregeld volk. En Ewart is natuurlijk wel een man die ook al met zijn vuist op tafel kan slaan. Pats.
23, Kristina Mladenovic. Haar naam doet dat niet vermoeden, maar komt uit Frankrijk. Hij heeft één titel gewonnen. Meter 84 lang. Nou, dan weet hij bijna alles van. Deciding point. Het ging naar de slammers. De bal moet natuurlijk met zijn mannenkracht gespeeld worden op Mladenovic. Op het bord in dit mixdubbel komen de Royals. Een goede servicebeurt van Mladenovic. Het idee was goed, van Mladenovic. Een van de betere realisten. Maar het moest zachter geraakt worden, het kon niet hard. Nou, toch de 2-3. Nou, een matige return van Australië. Pardon, juice. Deciding point. Volley. Het is het soort punten dat hoort goed zijn voor het mannentennis als deze Nick Kyrgios. Iedereen noemt hem een character, daar is helemaal niks mis mee. Dat was McEnroe ook, maar dat character McEnroe won wel Wimbledon. Kyrgios niet verzuipt. Is een opstandigheid, dan kan die een prachtige aanwinst voor het mannentennis zijn. Telt voor twee, voltreffer. Kyrgios zorgt voor een snelle 4-2. Haller dus 3-2. Serveren niet voor 3-3, scherp blijven. De slammers moeten wellicht 4-4 gaan toestaan. Goed gehandeld daar door Mladenovic, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel een misser van Mladenovic.
die zorgt voor de 4-4. Preek weggewerkt. Door de Royals. Oh. 4-4, Arkhams gespeeld. Nesta gaat het weer proberen. En die heeft moeite met de kickservice. Nooit een man van de bommetjes geweest, deze Daniel Nesto. Goeie lop. Vervolgens was het uitzoeken. Maar hij slaat hem er mooi langs. De Slammers hadden 4-2. Maar nu de Royals in de persoon van deze Daniel Nestor dicht bij 5-4. PowerPoint. Er tegenaan gegooid door de Slammers.